Tussen station Zaandam en de NDSM-pont in Noord is de snelfietsroute na maanden van hard werken klaar. Het fietspad wordt verlicht met dynamische verlichting. Goed, geweldig. Het is een paar ongeveer 3-4 minuutjes. Ik was een tijdje met de auto en nu vandaag weer op de fiets. En nu fietsen en ik zag inderdaad een korte weg, dus ik dacht, ik neem hem. Een kwartier eerder. Ik ben meestal een half uur onderweg en nu ben ik een kwartiertje. Het is echt efficiënt. Ja, bijzonder is dat het een dynamische fietspadverlichting heeft. In alle lichtmassen zit een sensor. Die ziet dat er een fietser aankomt. En dan schakelt de lichtmast van 10 naar 100% verlichting. En niet alleen deze lichtmast gaat dan aan, maar ook vier lichtmasten naast hem worden aangeschakeld. Dus de fietser die rijdt in een verlicht gebied van ongeveer vier masten om hem heen. Deze dynamische dimminstallatie die zorgt dat je nog weer verder energie bespaart als dat het de hele nacht zeg maar 100% zou branden. Nou, ik probeer een aantal lantaarnbanen aan te sluiten. Ja, dat nieuwe fietspad wat hierin aangelegd is. 112 stuks, even uit mijn hoofd. Ja. Vandaag is er 6 lasgaten open en die gooien. En wat zijn lasgaten? Voor de lantaarnpalen. In 1505 bepaalde de overheid dat iedereen na 9 uur 's avonds een lantaarn mee moest nemen. Dat werd ook wel de boevenklok genoemd. Want, zo was de overtuiging, lieden die in duisternis lopen zijn niet te vertrouwen. In 1669 begon Amsterdam met het aanbrengen van straatverlichting. Toen waren dit olielantaarns. Tegenwoordig gaat Amsterdam langzamerhand over op duurzame LED-verlichting. De lichten zijn hier aan, maar hier dit stukje werkt er nog niet. Maar er is super. En de laatste stuk ook. Ze is prima, ja. Ik ben super blij. Ik voel me zeker veilig. Het is gewoon even uitkijken, goed toezicht en met je verlichting aanzetten. Een beetje langzaam rijden, dat is het eigenlijk. De prijsvraag van deze week luidt, wat was de boevenklok? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in om kans te maken op een schitterend plaatje uit de online beeldbank van het Stadsarchief. Je mag het plaatje trouwens zelf uitkiezen. En de winnaar van vorige week is Daan van Keulen. Van harte gefeliciteerd. En het blijft niet bij deze fietsverlichting. De komende maanden komen er meer innovatieve verlichtingen in de stad. Het volgende plan is eigenlijk verlichting die zelf aangeeft wanneer het defect is. Waardoor je minder afhankelijk wordt van burgers die melden dat de verlichting uit is. En dat je daardoor ook de kwaliteit kan verbeteren. En kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/noorderrijplas. Dit was het verkeer. Tot volgende keer. Doei!